Ik heb vandaag een knoop van Linwood, de Olympus knoop. Het is een hele asymmetrische knoop, zoals je zo dadelijk gaat zien. Zeker niks voor formele evenementen, maar hou je vast. Ik heb mijn brede zijde rechts, dunne zijde links. Ik ga met de dunne zijde knopen, dus ik meet rechts al direct af op navelhoogte, riemhoogte ongeveer. Ik heb heel weinig ruimte nog om aan te trekken. Ik knijp rechts af en ga links over rechts. Vervolgens ga ik midden door via de achterzijde naar voren en haal ik de dunne zijde naar links toe. Nu ga ik achterlangs en deze lus hier die is losjes, niet te strak. En ik ga hier achterlangs naar voren. En wat ik nu doe is dat ik de dunne zijde al door deze lus heen haal, hier. Zo, ik heb beide lussen zo dadelijk nodig. Ik ga met deze kant door deze lus aan de linkerzijde. Dan is dit de situatie waar ik nu in terecht kom. Nu ga ik met dit gedeelte achterlangs, voorlangs en nog een keer achterlangs. Dit hoeft niet te strak te zitten, dus zeker geen strakke knoop. Dan haal ik deze lus hier open en haal ik het dunne gedeelte door deze lus naar achteren. En wat ik al meteen doe is dat ik hier onderlangs ga. Dus ik ga niet bovenlangs, maar ga onderlangs. Verstop ik het overtollig gedeelte al achter mijn kraag. Zo. De knoop ziet er nu als volgt uit. En nu komt het erop aan dat je hem gaat mooi gaat maken. Dus je gaat de juiste draai eraan geven. Corrigeren, corrigeren, corrigeren. En daar zit toch wel het meeste werk in bij deze knoop. Meer naar voren. Het mooie is omdat die asymmetrisch is, hoeft niet alles helemaal goed uitgelijnd te zijn. Dus dat scheelt alweer. Het is een hele volle knoop. En hier ben ik al tevreden over. Laat me weten wat je van deze knoop vindt. Ik ben heel erg benieuwd, de Olympus knoop van Linwood. Like de video, laat een berichtje achter. En heel veel succes met knopen.